Dag iedereen, welkom terug in het café. Het zijn hete, hete dagen hier in België. Vandaag weer 35 graden. Veel te warm, als je het mij vraagt. En weet je waar dat ook altijd heel warm is? Meestal toch? In Sicilië. En daar eten ze een gerecht met mijn lievelingsgroente, aubergine. Ze eten daar parmigiana. Dat is een ovenschotel met gebakken aubergine, een beetje tomatensaus, kaas, parmesan erover uiteraard. Heerlijk, lekker bij een bordje pasta, lekker koud zelfs. En we zijn ook nog andere dingen aan het doen vandaag in het café. Joske, wat zijn we aan het doen? Op plekken. Moeten schilderen daarna. Deze plekken zijn een beetje ponceren. En dat mooi maken, hè? Want dat is nog niet mooi. Hè? Dat is nog niet mooi. Komt die nog door, hè? Goed. Nonkel Jos, met een derde hoop eigenlijk, is al... Hoe lang zijn je al met... 30 jaar. Ja, al 30 jaar met mijn oma. We spreken meestal Frans, maar het is een Brusselaar, dus hij kan ook goed Vlaams. Van waar zijn je in Brussel? Van school, bij Dijzels. Nonkel Jos, Zotte José, is daar even mee bezig. Ik ga beginnen met eten en dan kunnen we één deze dagen beginnen schilderen. Mijn verf is toegekomen. Super blij, ik heb twee kleuren. Dus dat zal voor de volgende aflevering zijn. Maar nu dus, naar de keuken. Parmigiana maken. Het basisingrediënt voor een parmigiana zijn aubergines. Die ga ik overlang snijden in de lengte op ongeveer een kleine centimeter dikte. En het is heel belangrijk om stevige aubergines te nemen. Niet van die platte, dat is niet lekker. Stevige, verse aubergines. En dan ga ik ze rijkelijk bestrooien met zout. Waarom? Dat gaat het overtollige vocht uit de aubergine trekken. En dat gaat ervoor zorgen dat er een meer geconcentreerde, lekkere auberginesmaak is. Want aubergines kunnen soms nogal eens flats van smaak zijn. En de aubergines mogen nu 30 minuten rusten. Zo kan het zout zijn werk doen en kan al het vocht eruit. Et tu faisais quoi dans la vie avant, Jos? Ik was choqué vroeger. Met de paardrijden, hè? Professioneel, hè? Dat is het beste paard van België. En wat had je met je arm voor? Ja, dat is een beetje een ongeval van te werken. Van te veel te werken. Je moet een beetje rusten ook, hè? Ja, ja, een beetje van tijd. 3 keer per dag op de zetel. Een volgend onmisbaar ingrediënt is de tomatensaus of tomatenkompot. Daarvoor eerst een ajuintje fijn snijden, 2 teentjes look en even aanstoven in wat olijfolie. Zo kunnen de smaken elkaar wel leren kennen. Dan de tomaten. Ik heb kleine trostomaten gekozen. Die zijn heel lekker, die zijn Belgisch. Dat zijn gewoon supergoeie tomaten. Koop die gewoon. Die mogen ook willekeurig versneden worden. Klein, dik, dat maakt allemaal niet uit, want dat gaat toch smelten in de saus. De tomaten mogen erbij en die gaan even meebakken met de ajuin en look. En dan mag je dan nog even allemaal samen stoven, vooraleer er een blikske gehakte tomaten aan toegevoegd wordt. En niet vergeten olijfolie, hè? Ah, klein beetje olijfolie nog. Niet vergeten, hè? En om wat smaak te geven aan de tomatensaus, ga ik wat aromaten toevoegen. Ten eerste, een takje rozemarijn, dat is keilekker. Ten tweede, die groene dingen dat de tomaten vasthouden, smijt die niet weg. Daar zit heel veel aroma in, die gaat mee in de tomatensaus, zodat je de lekkere tomatensaus nog meer kunt accentueren. Goed spul dit. Een bladje laurier en dan kruiden met een klein beetje peper en zout. Niet te veel, want als je overkruidt, kun je het er niet weghalen. En het is beter om achteraf nog een klein beetje te moeten bijkruiden. De tomatensaus moet nu minstens een half uur bruttelen. Hoe langer natuurlijk, hoe beter, dan krijg je een intensere smaak. Maar een half uurtje, een uurtje is perfect op een laag vuurtje. Dekseltje erover en laat hem maar op zijn gemakske gaan. Wat heb ik gedaan? Ik heb de aubergine dus gewoon droog gedipt. Dan... Een beetje minder lawaai maken, hè? Ja, maakt een beetje minder lawaai. Dus ik heb de aubergine laten uitlekken, even droog gedipt en dan in een bloem gewikkeld. Om die dan te frituren in olijfolie en dat duurt ongeveer 5 minuutjes. Dan zijn die mooi goudbruin, zoals hier. En dan mogen die uitlekken op een beetje keukenpapier. Net voordat de saus klaar is, ga ik er nog een klein beetje verse basilicum aan toevoegen en nog 2-3 minuten laten sudderen. En parmigiana is eigenlijk een beetje zoals een lasagne. Je hebt er geen pastavullen voor nodig, dus low carb voor de mensen die dat zou interesseren. Maar het lekkere zijn de texturen. Dus je hebt de aubergines die aan de buitenkant mooi krokant zijn, van binnen lekker smeug. De tomatensaus die een beetje zuur en zoet is. En dan die gesmolten kaas. Wie lust er nu geen gesmolten kaas? Dat is gewoon kei lekker. De parmesan erover. Mega lekker gericht. De tomatensaus een klein beetje bijkruiden met peper en zout en dan mogen de aromaat eruit. Tijd om de parmigiana op te bouwen. Kom, Jos. Goed. 20 per meter. We gaan het in het Vlaams verder doen. Hè. Je mag tomatensaus eronder doen en ik ga er aubergines op doen. Op de twee. Eerst een beetje tomaten, de aubergine erop, lapjes mozzarella. Terug een beetje tomatensaus, aubergines, mozzarella, tomatensaus. En dan een klein beetje parmesan en dan gaat het
Een half uur in de oven? Ja, een half uurtje is goed. Een half uur is goed. Wat doe je eten zoiets? Ja, het zijn er van die zotten, hè? Wat? Kijk maar, dat is aubergine. Moet je dan niet maar aubergine? Ja. Maar niet zo. Maar een godsdienst. Die zegt dat je geen aubergines mag eten. Nee. Dan gaat dat een half uur in de oven, 180 graden. En terwijl gaan wij de rest van de muren hier opschuren, een beetje opkuisen, een beetje stofstuigen voor het stof. En dan zal het klaar moeten zijn. Heel lekker. Heel lekker. Nee, daar... Moet ik de afwas niet doen? De afwas, nee, dat ga ik doen. Die gaan nu dus in de oven. Het is vertrokken, maar gewoon scheuren. Allee, en goed kijken, hè. Hopla. Magnifiek. Lekker. Goed. Je mag het nog doen. Like, subscribe en klik op dat belletje. Zo ben je op de hoogte van wanneer er nieuwe filmpjes komen. Tot de volgende keer. En dan zal het tijd zijn om te schilderen. En smakelijk. Smakelijk. Ciao.